Ja, maar laten we gelijk werken. Jonathan Crispijn, een zogenaamde stand-up comedian. En Une Konkru, hè, we gaan gelijk direct op de man. Ja, man. Roberto Carlos, Jaap Stam, we laten niets door. Deze man heeft in zijn stand-up comedy show gezegd, hij vindt donkere vrouwen lelijk. En niet om hun karakter, maar hoe ze eruit zien. Maar deze moershond lijkt zelf op een kwikwi. Jij wordt onder modder, brother. Jij moet net als Mr. Bean je kop houden. Hele set. Hele set moet jij niks zeggen, want jouw karakter, je doet apart. Jij ben apart slecht. Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk gewoon van, ik weet zeker, zijn moeder kijkt naar die Tori. Want zijn moeder is gewoon een mooie vrouw met dreads, donkere vrouw. Van, hé, Sang, waarom heb ik Gino niet op die washandje laten klaarkomen? Want Aladdin die is fok op. Ja, maar kijk wat ik nu heb gemaakt. Want boy, ja, maar hij de lucht op tien zo helium. Snap je wat ik bedoel? Deze boy is apart. Apart. Dus hij weet niet of die Craig David is met streep. Of van hun die staan, Javaan. Je weet toch, hij weet het nog niet. Dus hij is gewoon, ja, hij doet maar wat. Hij zweeft gewoon door het leven. Lachgas, hij is lachwekkend omdat ze Eddie van Gas is. Bizarre. Dus ik vind het gewoon apart dat jij zulke uitspraken hebt. Terwijl je visiegeert van 45, maar door die street denk je dat je er bent. Je weet toch, als oude mannen street of curly nu zetten, pas uit de kapperszak komen, dan denken ze gelijk weer 18. Nee, nepo. Je vindt het ook groen zijn. Je weet toch, het is hetzelfde. Je haar verandert niet de keuzes van jouw leven. Ja, dus deze boys, deze mensen zijn pas gevaarlijk. Dit, eigenlijk, Jacinho moest bos je lip. Zomaar heeft hij overheen zijn lip gebost. Hij ben bos je lip. Snap je ook? Ik snap niet nog dat vrouwen als je ex die nu hebben gereageerd onder de post, hij is onzeker. Nee, maar dat is dame. Aboy, die is low. Dit is sowieso Delta. Deze soort jongens zijn niet onzeker. Ze hebben gewoon een minder waardigheidscomplex. Dit is zelf wat. Hè. Dus aboy, die is low. Apart. Dus eigenlijk, ik snap nog niet dat een vrouw jouw shit nog niet heeft gefaddywapt. Naka ai bos gewoon. Dat vind ik gewoon apart. Weet je? En zulke mensen mogen never nooit, gaan ook never nooit bij de black audience. Want ik zag het was, hij is bij Yannick geweest, hij is bij NPO. Dus hij houdt van die soort van, ja, white people grappen maken. Maar luister dan even, dit is 2019, die grappen gaan er helemaal niet in. Dit is geen 1940. En hij, als je ziet, meneertje, wist meer comments dan dat hij kan typen nu. Die vrouwen vallen dan aan. Dus als ik je zeg, die vrouwen zijn op hem. Zijn op zijn huid. Ja, man. Die vrouwen zijn echt op zijn huid. Gewoon Nivea, hè. Nivea, uierzalf, babyolie. Ze zitten op zijn huid. Nu wilt hij stoer praten in sommige mensen hun bericht. Nee, Mr. Bean, jouw shit. Hou je kop een hele set lang. Je weet toch? Je hoeft niks te zeggen. Doe gewoon wat je moet doen. Gezichtsuitdrukkingen alleen mag je doen. Want ibek no boom. Je weet niet wat uit je... Je kan geen grappen schrijven. Dit was echt een slechte grap. Je weet toch? Maar goed, dit wil ik even zeggen. Jonathan Crispijn, hij is sowieso de donkey of the 5 years. Zoals Charlemagne, zoals de eerste komende 5 jaar mogen wij hem nooit meer boeken, brada. Omdat dat boy die karakter lelijk apart. En ik weet zeker dat zijn moeder nu naar Facebook kijkt van Sang, zomaar heb ik je nou niet gezegd, jongen. Kom gewoon klaar op die washandje, want ik zie dat die lading wat nu komt defect gaat zijn, brada. Volgende gaan we nemen, volgende. Want deze... Nou man, de fact. Jij moet sowieso naar de Noordpool, want je is in een min. Ja man. Loud man, jongen. Jezus, jongen. Want dat kroefjesboeien, kotak. Wie mooi is, wie niet. Hou het.